Jan Zwammerdam had het er maar moeilijk mee, want hij vond allemaal dingen door onderzoek te doen, door microscopen heen te kijken, door insecten te ontleden, hoe het menselijk lichaam in elkaar zat. En daar vond hij toch hele andere dingen dan wat hij normaal in de Bijbel kon vinden. En dat maakte dat hij na een tijdje er ook spijt van kreeg en dat hij de hele wetenschap aan de kant gooide en zijn boeken letterlijk verbrandde. Dood en doodzonde natuurlijk, want hij had prachtige dingen getekend over wat hij door die microscoop had gezien. En zo waren er meer wetenschappers die in de 17e eeuw het heel lastig hadden. Soms zagen ze dingen die ze niet konden rijmen met de Bijbel. Soms zagen ze ook dingen die ook niet klopten met de boeken van de Grieken en de Romeinen uit de oudheid. En langzamerhand ontstond toch steeds meer het besef, je moet zelf kijken, je moet zelf onderzoek doen en nou ja, dan moet het maar tegen de Bijbel ingaan. Sommige wetenschappers kregen daardoor ook ruzie met de kerk. Copernicus had uitgevonden dat de zon in het midden stond van het heelal. Kepler en Galilei hadden dat bevestigd en dachten dat ook. En Galilei werd daardoor gedreigd met excommunicatie, de uitzetting uit de kerk. En dat is een vreselijke straf, want als je niet meer naar de kerk mag, dan betekent dat eigenlijk dat je uiteindelijk ook naar de hel kunt gaan. Dus dat was nogal wat. Dus in die 17e eeuw worstelt men met al die wetenschappers, vinden prachtige dingen, maar ze worstelen er ook wel heel erg mee. Durven er wel mee door te gaan. Dan komt er een wetenschapper als Newton. En die vindt uit waarom dingen altijd naar beneden vallen. Dat komt door de zwaartekracht. De zwaartekracht is een soort wet, een natuurwet. En dan komt men tot het idee dat de hele natuur eigenlijk bestuurd wordt door natuurwetten. En die natuurwetten, die zijn natuurlijk wel gemaakt door God. En zo hebben ze eigenlijk toch weer een oplossing. God heeft als een soort klokkenmaker de hele boel aangedraaid. Alles werkt en werkt en werkt. Dat kun je bestuderen. Je blijft gewoon gelovig, want God heeft die natuurwetten gemaakt. Alleen God bestuurt de wereld niet per keer. Zegt niet, nu moet die appel naar beneden, of nu moet de appel niet naar beneden. Nou, dat maakt eigenlijk de weg vrij weer om weer wat vrijer aan wetenschap te doen, zonder God te moeten verlaten. Nou, heel paragraaf 6.4 probeert je uit te leggen dat men in de 17e eeuw langzamerhand de wetenschap op gang doet komen door allerlei experimenteel onderzoek, zelf kijken, zelf onderzoek doen, en dat men in de 18e eeuw langzamerhand de natuurwet ontdekt. Een van die natuurwetten gaat trouwens over de economie. Dat is de natuurwet die Adam Smith ontdekt. Dat alles in de economie uiteindelijk goed geregeld wordt door de wet van vraag en aanbod. De wet van vraag en aanbod. Ook een soort natuurwet eigenlijk. Succes!